Het is vrijwel zeker dat er een nieuwe grote zeesluis komt bij Terneuzen. Dat is bekendgemaakt na afloop van een overleg tussen Nederland en Vlaanderen. De sluis moet ervoor zorgen dat de haven van Gent ook voor grotere zeeschepen bereikbaar wordt. Dat is van groot belang, omdat dat Gent een toegang geeft tot de zee. En er echt een zeehaven van maakt. En het is voor Nederland van belang, omdat het ook een verbinding geeft. En wij zijn grote binnenvaart. Een verbinding geeft ook naar het Vlaamse en vervolgens ook zelfs Franse achterland. Nederland draagt zo'n 140 miljoen euro bij aan de sluis. De rest van het bedrag, geschat op 500 miljoen euro, moet Vlaanderen betalen. In oktober wordt definitief besloten of de bouw doorgaat. Goedemorgen, we zijn vandaag op de jongerencamping van de Nessen, Duinenstrand. Gewoon een gezelligheid. Iedereen gaat heel leuk met elkaar om en zo. En iedereen is vrienden met elkaar en iedereen zit bij elkaar, steentje en zo. Het is gewoon heel gezellig. Het leukste? Ja, de buren eigenlijk. Ja, we hebben hele gezellige buren. Ja. Heb je lekker geslapen? We zagen opeens voeten uit de tent liggen. Toen lagen er twee jongens. Ja, feestje was rustig, hè. Helaas, ja, dan moet je eenmaal opruimen de volgende ochtend. Deze camping is top of flop? Top. Ja, er tussenin. Ja, het is wel een teringbende. Top. Het Franse schip Le Serpent is vanmorgen vanaf de Schelphoek bij Seroskerke op transport gegaan naar Scharendijken. Eind deze week wordt het schip afgezonken in de Grevelingen. Het gaat dienen als duikwrak. Dat moet een nieuwe impuls geven aan de duiksport in de Grevelingen. De molen van Kortgene, de Korenbloem, heeft na 40 jaar eindelijk zijn wieken weer terug. De kap werd al in mei weer op de stellingmolen uit 1873 teruggeplaatst. Eind oktober moet de restauratie klaar zijn en kan de molen weer draaien. Het is een geweldig gezicht, vind ik het. Dat, eindelijk de wieken erop. Hè? De kap zat er al op, maar nu de wieken erop, nou lijkt het weer een echte molen. En dan nu het weer. Vandaag is een prachtige dag met veel zonneschijn, weinig wind en een maximumtemperatuur van 24 graden. Heerlijk weer dus om naar het strand te gaan. Ook vanavond blijft het nog erg lekker.